Welkom bij Radio Standvaste en samen met Cult Noord organiseren wij vandaag 3 gesprekken met 3 verschillende politici. Mijn naam is Naomi Tuininga en ik zit hier nu met Roshama Befar van GroenLinks Noord-Holland. Dus welkom. Dankjewel. Zou je jezelf even kort willen voorstellen? Ja, mijn naam is Roshama Befar. Ik ben inderdaad statenlid in Noord-Holland sinds afgelopen juni. En ik vind het ontzettend leuk en daarom wil ik heel goed doorgaan. Nu ben ik kandidaat nummer 8 voor GroenLinks Noord-Holland. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig jurist en ik geef advies en ondersteuning aan ondernemers en aan werknemers. Yes, oké. Okay. Heel fijn dat je hier kan zijn en dat we even kunnen praten met elkaar over GroenLinks, over jou en over de verkiezingen überhaupt. Want de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen komen natuurlijk aan. Yes. Hoe gaat het nu daarmee? Het is leuk, het is spannend. We zitten nu in de eindfase natuurlijk. Over 5 dagen, 6 dagen wordt er gestemd. Het is leuk, het is ook wel een beetje heftig. Je denkt, oh, waar gaan we heen? Want je hebt geen idee. Want natuurlijk zijn er peilingen, maar je weet het niet. We hebben 23 partijen die meedoen in Noord-Holland. En ja, we hopen natuurlijk dat wij weer 9 zetels gaan krijgen. Maar of dat gebeurt, dat weet je niet. En dat is best wel spannend. Ja, precies. En hoe staan de peilingen ervoor? Volgens mij staat het allemaal een beetje VVD... GroenLinks, PvdA of PvdA GroenLinks samen gelijk geloof ik op elkaar kop. En dan PvdA er heel dicht tegenaan. Zijn exact weet ik het niet, maar dat ongeveer... Nee, precies. Oké, spannend. Ja. En welke, want ja, je hebt natuurlijk al je bent al statenlid geweest. Yes. Wat zou jij nu anders willen aanpakken? Of als jij erin komt dat jij denkt, dit is waar ik voor ga? Nou, ik ben net nu 9 maanden statenlid geweest en ik zat op een leuke portefeuille. Ik zou het nog diervriendelijker willen. Ik had vooral onder andere dierenwelzijn in mijn portefeuille. En dat doet Noord-Holland heel veel aan, maar het kan nog vriendelijker. Het kan ook nog groener, nog meer aandacht voor de natuur. En ik zou ook heel graag meer, nog inclusiever willen trekken. Dus in het beleid meer aan eigenlijk alle mensen mee te krijgen. Ik wil de politiek eigenlijk dichter bij de mensen brengen. Ik wil de mensen ook zelf dicht bij de mensen komen. Dat ze weten dat ze me altijd kunnen bellen. Dat ze altijd kunnen mailen. Dat ze dat contact leggen met de politici niet zo moeilijk is. Met de politicus, dat het gewoon kan. En ook naar mensen luisteren. Dat we ook gaan spreken en onze stukken schrijven in begrijpelijke taal. Voor iedereen. Ja. Niet alleen voor mensen die ook gestudeerd hebben en daar een bepaalde taal hebben geleerd. Een bepaalde manier van praten. Maar ook mensen die niet toevallig bepaalde stukken hebben leren lezen. Ja. Maar gewoon mensentaal. Ja. Dat wil ik ook heel graag. En dat iedereen meetelt. Ook bijvoorbeeld transgendervrije toiletten. Dat moet gewoon kunnen. Ja. Heel simpel. Ja. En hoe kunnen mensen jou dan bereiken? Ik zei het helemaal verkeerd. Ik zei transgendervrije toiletten. Dat bedoel ik niet. Genderneutrale toiletten. Oh, ja. Echtig. Ja. Genderneutrale toiletten. Yes. Precies. En hoe kunnen mensen jou dan bijvoorbeeld bereiken? Want je zegt, je vindt het belangrijk dat iedereen jou kan bellen zelfs, hoor ik. Ook via de website van Noord-Holland. Dan kun je kijken welke de statenleden zijn. Dan klik je op, dan krijg je alle gegevens te zien. Mm-hmm. Ik vind zelf het fijnste via e-mail, omdat ik dan het makkelijkste tijd kan nemen voor iemand. En dan afspraken mee kan maken. Van, joh, ik bel je terug of we gaan bellen. Dat is het makkelijkste. E-mailadres is daar gewoon op te vinden. Mm-hmm. En daar duurde dan neem ik contact op als mensen dan die sturen dat zijn. Ja, precies. En ook als je mensen uitnodigt, dan vind ik ook fijn om ergens heen te gaan. En nu bijvoorbeeld in de verkiezingsperiode nodigen alle organisaties ons uit. Ja. En zo van ja, want we willen graag aan onze mensen laten weten dat ze moeten stemmen. Perfect. Maar eigenlijk is het ook wel fijn als je juist bij dit vaak zijn organisaties zeggen onze mensen stemmen niet. Dat zijn ook de mensen die je eigenlijk ook in de 4 jaar wil zien. Ja. Maar omdat het er zoveel organisaties zijn die je uitnodigt, maar vaak niet die organisaties, mm-hmm. kom je dus niet bij hun tijdens die 4 jaar. Ja. Wat heel jammer is, want eigenlijk moet je ook bij hun langskomen. Ja, en wat voor organisaties zijn het dan juist waarvan je zegt, hey, daar moet ik eigenlijk naartoe of deze mensen stemmen niet? Bijvoorbeeld uit het buurthuis en dergelijke. Of ik heb van de voetvang bijvoorbeeld niet bezig gezien. Maar stel je voor dat zij zou zeggen, wij zouden wel willen dat wij een avond voor de mensen die bij ons langskomen een avond willen doen. Mm-hmm. En dat gebeurt tijdens de verkiezingenperiode, gebeurt dat. Ja. Maar niet tussendoor. En dat zou zo mooi zijn, dat je ook tussendoor langs kan komen. Van, ja, wat gebeurt er bij jullie? Hoe staat het bij jullie? Ja. Want dat zijn gewoon belangrijke dingen. Ja. En waarom moeten mensen überhaupt gaan stemmen? Omdat het gaat over iets wat mensen direct raakt. De provincie lijkt heel ver weg, het lijkt ver van mijn bedshow, maar het is iets wat je direct raakt. Bijvoorbeeld, gaat die buslijn, gaat die nog wel? Kan je nog wel betaalbaar met de bus ergens heen? Rijdt er überhaupt een bus? Of rijdt er een buurtbus of rijdt er helemaal niks? En als je ergens wil kamperen, misschien mag die camper straks wel helemaal niet meer, want de provincie bepaalt de milieuregels. En ook waar er wel niet gekampeerd kan worden bijvoorbeeld. En waar een festival kan zijn en waar niet. Ja. Dat is heel belangrijk dat je daar, invloed kunt oefenen als mens, als inwoner. Ja, precies. En wat hebben de statenverkiezingen dan te maken met de Eerste Kamer? Dat is één moment en dat wij stemmen voor de Eerste Kamerleden. Dat doen we dit jaar op 30 mei. Om 2 uur moeten alle statenleden tegelijk gaan stemmen.
allemaal om 2 uur klaar zitten. En het is niet, je kan niet een kwartiertje later binnenkomen, je moet er gewoon zijn. En vooral in Noord- en Zuid-Holland, daar hebben we onze stemmen. En Utrecht volgens mij heeft evenveel statenleden, hebben hele zware stemmen. Want hoe dichter bevolkt het is, hoe zwaarder de stem van de statenlid telt. Ja. Maar sowieso ook als jij in een dunne bevolkt gebied woont, jouw stem telt welk statenlid er in de staten komt. En dus dat statenlid kiest voor een partij. Of voor een statenlid van een bepaalde partij. Of voor een Eerste Kamerlid. Ja. Dus het is heel belangrijk. Als jij zegt, nou, ik wil graag. Ik zeg, ik wil GroenLinks graag erin hebben. Mm-hmm. Dus stem ik ook in de provincie voor GroenLinks. Als je zegt, nou, provincie interesseert me niet veel. Is jammer, want dat is heel belangrijk. Maar als je zegt, die Eerste Kamer vind ik wel belangrijk. Ga dan alsnog stemmen. Ja. Want jouw stem bepaalt ook wie er in de Eerste Kamer terecht gaat komen. Ja. En de Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. En die kan wetten tegenhouden. Zeker. Dat is nogal wat. Ja. Moet er iets veranderen in de Eerste Kamer? Van mij mag het veel linkser. Ja, absoluut. Ja? Ja, zeker. En de samenstelling qua mensen, groener ook, oké. Okay. Ja, absoluut. Jonger misschien, of vul ik dat heel erg in? Fantastisch. Ja, het zou fantastisch zijn. Ja? Ja. De Eerste Kamer is wel een zwaardere kamer dan de meeste. Want je hebt eigenlijk meer levenservaring nog nodig in de Eerste Kamer. Waarom? Ik zeg niet dat het niet zo is als je jong bent dat je geen levenservaring hebt. Want dat hoeft helemaal niet samen te hangen. Maar het is iets wettechnischer. En dat kan je heus wel leren. Mm-hmm. Maar het is wel iets wat onhandig is. En je werkt ook veel zelfstandiger dan in de meeste andere plekken als politicus. Ja. Dus de Eerste Kamer is handig als je net iets meer ervaring meebrengt dan een ander. De gemeenteraad of de Staten of de Tweede Kamer. Ja. En oké, de Eerste Kamer is dan dus veel wettechnischer. En hoe rijmt dat dan met ergens dat jij zegt, ik wil dat politiek ook wel toegankelijk is? Ja, dat technische van de Eerste Kamer hangt vooral samen met het feit dat de Tweede Kamer de wetten maakt. En de Eerste Kamer moet kijken of ze toetsen wel voldoen aan de grondwet en of ze wel goed uitpakken in de samenleving. Dus dat is het technische, dat kun je er niet uithalen, want het is gewoon een controlemechanisme. Ja. Dus als je dat weg zou halen bij de Eerste Kamer, dan zou het gewoon, het maakt niet uit wie er zit, het maakt niet uit wat je doet, maar je stemt gewoon voor of tegen. Dan zou je het krijgen. Ja. En natuurlijk, elk politicus moet stukken lezen en moet echt wel meningen vormen en vragen stellen. Maar je kunt ook heel veel vragen stellen zelf. Dus je hoeft niet alles direct te begrijpen. Het is heel veel. Je moet het vooral leuk vinden om te onderzoeken. En een mening te vormen. Ja. Wij kregen van tevoren via social media een aantal vragen. En een van die vragen was, wat ga jij doen om antiracisme op de agenda te zetten? Ga je daar iets aan doen? Laat ik het eerst zo vragen. Ja, als ik het niet sowieso. Want dat is zo, dat is duidelijk. Dat hoef ik. Voor mij zijn er bijna geen mensen van kleur die diep mee hebben gemaakt. Als je het niet hebt meegemaakt, denk ik, wauw. Ja. Heb je het wel gezien? Of wauw, wat een geluk heb jij. Ja. Dat is een lastig. Ik denk sowieso in het beleid, wat heel belangrijk is. Eigenlijk ook toen bij LHBTIQ+. Adresseren dat het bestaat. Maak ook de gemeentes bewust dat het daadwerkelijk bestaat. Dat is ook een taak van de provincie. Om in je beleid duidelijk te maken dat het bestaat. Zorg dat je een gemêleerde samenstelling hebt van je eigen mensen. Dus ook de provincie zelf moet goed gekleurd zijn. Volledig gemengd. Dat is gewoon belangrijk. Draag dat uit. Draag het uit dat het belangrijk is. Om ook in alle gemeentes en alle gelederen van de samenleving is belangrijk. Dat alle kleuren en alle nationaliteiten en alle soorten mensen terugkomen. Ja. Gebeurt dat nu? Ik denk dat niet volledig, nee. Ik kan niet spreken van alle gemeenten in Nederland. Nee, dat snap ik. Maar ik durf wel te zeggen, als ik kijk naar onze staten, dat we nog lang niet volledig vertegenwoordigd worden. Nee, absoluut niet. Het is wel voornamelijk wit. Ja. Dat viel mij ook op het eerste, toen ik in de staten terecht kwam, dacht, wow, het is het wit. Ja. En op zich is het niet erg dat er witte mensen zitten, maar er moeten ook mensen van verschillende achtergronden zitten. Want Nederland bestaat uit mensen met verschillende achtergronden. Zeker, zeker. Dus, ja, je bent tegen een afspiegeling, moet je zijn, van je volk. Van je land, van je provincie. Dat vind ik zo belangrijk. Ja, eens. En als jij op een gegeven moment weer statenlid wordt. Ja. Want die kans is best aanwezig, toch? Ja, die kans is absoluut. Ja. 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 Wat kunnen we van jou verwachten? Sowieso dat ik ga voor inclusie. Ja. Maar dat is echt mijn ding. Ik ben bijvoorbeeld als ik kijk naar hoe we hebben bijvoorbeeld geen tolken, geen dove tolken. Denk ik, waarom eigenlijk niet? Kan het niet anders voor dat iemand wil inspreken? Kan het dan een dove tolk geven? En zo ja, hoe kunnen we dat makkelijk doen? En zoals ik net ook zei, we hebben nog steeds geen genderneutraal toilet. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja. Maar ook naar mensen toe gaan. Want soms, vroeger zei dat de gebruikte normale taal, het normale taalgebruik. Daardoor maak je het al veel, veel inclusiever voor iedereen. Ja. En ook door mezelf, door dezelf te zijn. Want dat vond ik dus heel belangrijk, dat ik dus daardoor ik dus actief ben geworden.
Politicus wilde worden. Om te laten zien dat iedereen het recht, iedereen kan komen. Met elke kleur, met elke naam. Want het is niet zo normaal. Er is laatst nog onderzoek geweest. Het NRC die had daarover gepubliceerd. Dat er nog steeds een enorme backlash is. Als jij gekleurd bent en een andere naam hebt. En dat je veel minder makkelijk aan een baan komt. Veel minder makkelijk op bepaalde plekken terechtkomt. Als je naam anders is. En dan kan je zeggen, ja, maar jij bent hier toch ook terechtgekomen. Ik ben 46. Het heeft mij heel lang heel veel tijd gekost om te komen waar ik ben. En heel groot gevecht. Ja. Dus ik begrijp heus wel dat mensen op basis van mijn naam denken. Of ik begrijp het niet. Maar ik weet dat mensen op basis van mijn naam dachten. Nou nee, past niet. Ja, dat is gebeurd. Zeker. En GroenLinks zelf, denken zij er hetzelfde over als jij? Ja, dat is een van de redenen waarom ik ook bij GroenLinks zit. Mm-hmm. Maar ook binnen GroenLinks moet er nog veel veranderen. Dat weten we ook. Dat is het fijne. Daar zijn we ons bewust van. En daar zoals? Nou, op sommige plekken is het toch helemaal niet divers genoeg. Ja. En soms dan moet je ook wel zeggen, mensen uitleggen van nee, maar het is echt waar. Dat is echt, ik hoor, voel het een racistische vibe. Ja, hoe bedoel je dat? Heb je een voorbeeld? Soms voel je, zie je niet, soms voel je dat. Ja. En dat daar hebben we laatst in mijn fractie een hele gesprek over gehad. En dat was heel fijn, want het is wel even schrikken voor mensen. Of dat bestaat het echt? Ja, ook binnen je partij kan dat gebeuren. En het feit dat ze ervoor openstaan en dat je het kunt vertellen. En dat ze zeggen, goh, echt. En dat je zegt, joh, weet je, en het heeft mijn hele leven meegemaakt. Het knaagt ook steeds aan je zelfvertrouwen. Als je die onderhuidse racisme, dat knaagt aan je zelfvertrouwen. En dat is hartstikke jammer, want dit is gewoon, dat hoort niet. Want jij bent gewoon jij. Je wordt echt niet minder omdat iemand anders denkt, jij kan het niet, want je bent niet als ik. Ja. Maar het is er echt en het knaagt aan je. En het feit dat mijn collega's, mijn witte collega's dat begrepen. Of in ieder geval zeiden, jeetje, wat erg. Maar het feit dat je het gezegd hebt, dat is zoveel waard. Dat zij dat erkennen. En niet zeggen, joh, zo valt het mee. Nee, maar dat erkennen. Zeg, als jij dat zegt, dan is dat dus zo. Ja. En dat, want het is zo. Ik bedoel, dat kan ik voor bijna elke gekleurde Nederlander wel zeggen. Want we weten bijna allemaal wel. Waar kom je van? Nou ja, ik kom uit Amsterdam. Ja, kom je echt vandaan? Mijn moeder komt uit Amsterdam. Ik ook, 60 generatie. Ja, waar kom je echt vandaan? Bedoel je misschien waar mijn vader vandaan komt? Ja, dat is een andere vraag dan die je eigenlijk gesteld wordt. Je mag best vragen, waar kom je voorouders vandaan? Mag je best vragen. Ja. Maar als je terugvraagt, moet je niet een verbaasd gezicht krijgen. Zeker, zeker. Want ik kan niet zien dat iemand die wit is. Ik weet niet of die Nederlander is. Nee, dat kan je zeker niet weten. Ik wilde eigenlijk nog aan jou vragen van waarom moeten we op jou stemmen? En niet op jouw andere, dat ook. En niet op jouw andere GroenLinks medekandidaten. Is misschien een beetje raar om te zeggen. Maar inclusie is je antwoord, zeg je dus. Ja, nou, ik weet zeker dat Walter ook voor inclusie gaat. Ja. Maar Walter stond op nummer 4, die zit er sowieso. En ik sta op nummer 8, ik zit op het randje. Okay. Ja. Dus en ik heb ook MAVO gedaan en HAVO. Ja. En ik heb in een winkel gewerkt. En ik ben... Ik ken meerdere plekken in de samenleving goed. Ik heb zelf ook lang in de horeca gewerkt. En hartstikke leuk. Ik heb gewoon ziekte. Ik weet hoe het is om in een medische molen vast te zitten. Ik weet heel veel. Ik heb veel dingen uit ervaring. Dus ik heb verschillende brillen op. Maar Walter is hartstikke goed. Dus hij moet er ook absoluut inkomen. En toen ik zag dat hij op nummer 4 stond, heb ik echt even gejuicht thuis. Ik was zo blij om te zien dat hij op nummer 4 stond. Nice. En dat hoorde ik pas nadat ik mijn plek gezien had. Maar ik dacht, oh, vooral op nummer 4. Ik ben klaar. Dat is prima. Ja. Maar hij staat, komt er sowieso. En als hij er niet in komt, dan... Nou, hij komt er sowieso. Ja. En jij randje, maar... Ja. Dat wie weet. Dat, ik hoop het. Ja. Ik hoop het ook voor je. Ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel voor dit gesprek inderdaad. Vond yes. Dank je.